Ja, we zijn blij dat we redelijk snel toch een vervanger voor Jonda Thomasson hebben weten te vinden in de persoon van Marinus Dijkhuizen. En ja, we zijn blij dat we in ieder geval voor aanstaande vrijdag als de training weer start hebben kunnen bewerkstelligen. Waarom Marinus Dijkhuizen? Nou, omdat wij vinden dat Marinus een potentieel uitstekende trainer is die bij Excelsior past. Het is een jonge beginnende trainer in het betaalde voetbal. Ik denk dat Marinus op amateurniveau genoeg bewezen heeft dat hij een organisatie neer kan zetten en dat hij zijn sporen erin wel verdiend heeft met zeker ook een club met minder mogelijkheden. Nou ja, dat is bij Excelsior niet anders. Het is een jongen die de club heel goed kent en qua persoon en qua visie past hij gewoon heel goed bij Excelsior. Op tweede kerstdag werd bekend dat Thomasson vertrekt naar Roda JC, iets wat al langer in de lucht hing. Wanneer is de eerste contact met Marinus Dijkhuizen ontstaan? Nou, eigenlijk redelijk snel daarna. We waren natuurlijk wel een klein beetje voorbereid dat het zou kunnen gaan gebeuren. En redelijk daarna hebben wij ook wel contact met Marinus opgenomen of hij beschikbaar was. En of hij open stond voor Excelsior. Nou, daar heeft hij gelukkig positief op gereageerd. Waarom hebben jullie hem voor anderhalf jaar vastgelegd? Nou, omdat een half jaar daar zit niet zoveel in. We willen toch ook verder kijken en we hopen ook dat het niet bij anderhalf jaar blijft en dat het een nog langere periode gaat behelzen. Toch behoort Dijkhuizen tot de categorie redelijk onervaren trainers. Is dat de vijver waarin Excelsior moet vissen? Nou, moet vissen of wil vissen, dat is de keuze. Kijk, wij kiezen gewoon daarvoor. Excelsior staat voor talentontwikkeling en niet alleen op het veld. En niet alleen voor de spelers, maar ook trainers. Ik denk dat Thomasson daar toch weer een voorbeeld van is. Wij hadden ook niet verwacht dat hij binnen 6 maanden zou vertrekken. Maar blijkbaar heeft toch de aandacht getrokken. En wij willen graag wederom een trainer die enorm ambitieus en gedreven is. En Marinus is zo'n trainer. Is André Hoekstra ooit een serieuze optie geweest voor jullie? Nee, niet voor de langere termijn. Als we er met Marinus of een andere kandidaat niet uit waren gekomen, misschien wel. Maar ja, dat is gewoon de keuze die wij als club gemaakt hebben. André is enorm belangrijk binnen de club. Ik denk dat dat ook uitgesproken is richting hem, maar wel in een andere rol. Afgelopen zomer was Dijkhuizen al kandidaat toen Vlemmings werd ontslagen. Voelt hij zich geen tweede keus omdat jullie toen voor Thomasson kozen en nu wel voor Dijkhuizen? Nou, dat zou jij moeten vragen, maar dat denk ik niet. In de zomer hebben wij ook met 2 kandidaten gesproken. Dat was inderdaad Thomasson en Dijkhuizen. Ik heb Marinus toen uitgelegd waarom de keuze op Thomasson is gevallen. Die was toen al eigenlijk intern aanwezig. En hebben wij voor zijn naam, ambitie en drive ook onderhand gekozen. Want de werkwijze en visie die verschilt niet zoveel. Marinus heeft zelf ook al aangegeven, hij zal niet zo heel veel veranderen. Dat komt omdat in grote lijnen ze hetzelfde erover denken. En ik heb ook aangegeven aan Marinus toen van ja, als er weer een kans zich voordoet, dan zullen we contact opnemen. Nou ja, en dat hebben we ook gedaan. Dijkhuizen was werkzaam bij De Meern en FC Utrecht. Was het nog een probleem om hem daar los te weken? Nee, bij FC Utrecht die hebben we netjes geïnformeerd en daar kon hij ook vertrekken. En bij De Meern hebben we even een kort gesprek mee gevoerd en Marinus zelf ook. En dat was redelijk snel opgelost. Het is voor een trainer misschien lastig om midden in het seizoen in te stappen. Spreekt het in zijn voordeel dat hij de club van binnen en buiten wel goed kent? Dat kan in zijn voordeel werken. Dat zal moeten blijken. Maar ja, ik denk dat Marinus dusdanig gepokt en gemazeld is in de voetballerij dat hij zijn weg wel weet te vinden. Welke doelstellingen hebben jullie met hem besproken voor het komende half jaar? Nou, die wijkt uiteraard niet af wat we met de vorige trainer hebben. En wij willen graag meedoen aan de play-offs en dat verandert niet.